de zon schijnt, het is een beetje warmer aan het worden. De bijen, de hommels, de insecten worden volop actief. En die hebben we nodig voor ons fruit natuurlijk. Voor de bestuiving van de appelen, de peren, de pruimen en de kersen. Klopt. Dus hommels en bijen die gaan eigenlijk instaan voor de bestuiving van de bloemen die dan later voor onze vruchten zullen zorgen. Stel dat we die beestjes nu niet zouden hebben, dan zouden we eigenlijk met een penseeltje van bloem naar bloem moeten gaan om die bloemen te gaan bestuiven, om later eigenlijk fruit te kunnen gaan oogsten. Dan wordt het wel erg duur. Ja, dat wordt natuurlijk peperduur. Gelukkig dat in zo'n bijenkorf dat er tienduizenden werksters zitten. Zij gaan dus het werk voor ons een beetje doen. Ja, dat klopt. Een bijenkorf, eigenlijk moet je dat aanschouwen als één groot individu, waarbij de werksters de armen zijn van het nest en de koningin de baarmoeder van het nest. Zij maakt continu nieuwe werksters. En mieren zijn ook familie van bijen en hommels. Weinig mensen weten dat. Mieren kunnen natuurlijk ook venijnig gaan steken. Een mierenstaat is dus ook één individu. Nu, bij mij in mijn tuin heb ik dit jaar talrijke mierennesten gevonden. Eigenlijk zijn het allemaal individuen met duizenden kriebelmieren. En nu het warmer wordt, nu zie je ze overal natuurlijk. Ja, dat klopt. Je vindt ze in het gazon, je gaat ze op het terras gaan vinden. Misschien zelfs binnenshuis. Natuurlijk, mieren gaan zich overal ergens een weg gaan banen. Mieren zijn ook nuttige dieren. Zij gaan kadavers gaan opruimen. Je ziet hier bijvoorbeeld, zie je de mieren al van alles transporteren. En ze gaan dus dode insecten gaan verzamelen om eigenlijk het nest te gaan voeden, maar ook plantaardig materiaal, dus organisch materiaal, in het nest gaan brengen. Sommige planten zijn er ook op ingesteld om hun zaden door mieren te laten transporteren. Denk ook maar aan stinkende gouwen. Maartsviooltjes hebben aan hun zaad een mierenbroodje hangen. Iets zoets, wat de mier heel lekker vindt. En die gaat zo de zaden verspreiden natuurlijk, door de tuin. Het zijn natuurlijk ook echte zoete kouwen, die mieren. Want ze verraden bijvoorbeeld de aanwezigheid van bladluizen. Want de afscheiding van de bladluis, de suikerachtige uitwerpselen, daar zijn ze verzot op. Ja, dus die zoete massa, dus die honingdauw, eigenlijk dat we dat noemen, dat is natuurlijk een echte lekkernij voor de mieren. Dus mieren die gaan zelfs voedsel gaan uitbraken voor hun soortgenoten. Nu, naast het uitbraken van dat voedsel is er nog iets. De mieren gaan eigenlijk in de bladluiskolonie de mieren gaan strelen, zodat eigenlijk de luizen extra honingdauw gaan vrijmaken. Dat natuurlijk extra voeding betekent. Maar vorig jaar hebben mijn kinderen echt niet op het gazon kunnen spelen. Ik vond dat heel spijtig. Het was een echte mierenplaag. En ook het gazon lag er een beetje verdroogd bij. Ja, mieren die gaan een nest maken net onder uw zoden. En die gaan zorgen voor uitdroging van uw gazon. Die grond wordt eigenlijk losgewoeld. Natuurlijk, het is niet alleen die kale plekken die je in het gazon ziet, zoals hier van schade van vorig jaar. Uw kinderen kunnen niet spelen op uw gazon, ze kunnen niet gaan zitten in het gras, ze kunnen niet gaan picknicken. Wat kunnen we eraan doen? Er bestaat een mierenpoeder. En nu is het de bedoeling van met deze speciaal ontworpen verstuiver, het mierenpoeder via het gaatje diep in het nest te gaan brengen. En dan komt het poeder effectief diep bij de mieren terecht. Voilà, zo simpel is dat. Denken we dit nu af of laten we het liggen? Nee, dit laten we zo liggen. Waar we wel rekening moeten mee houden, is bij regenachtig weer of bij regen, dat we het dan een aantal maal moeten gaan herhalen, omdat het poeder, het is eigenlijk een soort van talkpoeder, dat het aan elkaar kan gaan klitten en inactief wordt. Voilà. Dan kunnen mijn kinderen teruggenieten van de tuin. Dan kunnen ze teruggenieten van de tuin.